En soms beeld ik me dan in hoe het zou zijn om hem zo na al die tijd nog eens te zien. Dat hij zo opeens pas terug naast mij op de bank zit. En dat we dan alle twee niet zo goed weten wat we tegen elkaar moeten zeggen. En dat Maurice dan, om het ijs te breken, zoiets zegt als ze... Hey, Pieter. Het lijkt op een walvis, maar het spreekt toch Frans. Wat is het? Een walvis. En dat Maurice en ik dan zo hard moeten lachen dat we terug moeten halen van het lachen. Zoals vroeger. En dat zou mooi zijn. En daarom heb ik een lied geschreven. Maurice, deze is voor jou. Vindt iemand het mooi? Ik vind het mooi. Dat... Ja, Pieter, het is ook mooi. Het is echt mooi. Yeah!
Ja. Wat ben ik toch eigenlijk in godsnaam mee bezig? Ik had me nog zo voorgenomen om dit allemaal niet te doen. Mislukt. Wat is je naam? Kim. Kim? Mm-hmm. Niet liegen, hè? Echt, Kim? Dat is te toevallig. Ik heb vroeger nog een linker teelbal gehad. Die heette ook Kim. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen, Kim. Ik weet dat dat op dit moment andersom niet zo is, maar hey, gewoon loslaten. Ik vond dat vroeger altijd heel moeilijk om zo nieuwe mensen te leren kennen. Ik had daar dan speciale openingszin voor en zei ik, wat is uw naam, serieus? Ah, ik heb vroeger nog een linker teelbal gehad, dat heette ook Kim vandaag. Ik merk wel dat op podium beter werkt dan in het dagelijkse leven.